heel erg benieuwd wat ik zo moet gaan betalen. Mag ik misschien jouw intro en jouw outro gebruiken voor mijn video? Want ik heb geen intro en outro natuurlijk op mijn laptop. Oh, hier, Brian je brood. Ja. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video, jongens. Ik ben hier nu weer gezellig bij Danny. Vincent, het is goedemiddag. Oh, het is goedemiddag, ja. Ik zou eigenlijk hier bij Danny op de bank slapen, maar ik was Danny gisteren opeens kwijt. Ach, hou op, man. Jij was opeens weg. Nee, jij wilde gewoon op doorfeesten. Nee, jij was opeens weg. Jij wilde gewoon op doorfeesten, broer. Helemaal niet. Maar goed, ik ben dus bij Gio blijven slapen. Maar mijn auto staat hier nog beneden in de Q-park en mijn kamer lag hier nog. Dus ik ben eventjes gezellig bij Danny langs. En dan ga ik nu weer vandoor, Danny. Ik ga er weer vandoor. Ja, ik ga even lekker editen bij Gio. Ben je zat wegwezen? Hoezo ben je mij zat? Ik ben zat. Doe eens niet zo flauw tegen mij, Danny. Nee, dat was... Doe niet zo flauw tegen mij. Hoofdpijn. Het voelt wel lekker zo. Lekker, hè? Nou, Danny, ik zie je vanmiddag. Mijn auto staat al hier in de Q-park sinds gisteren 7 uur, jongens. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat ik zo moet gaan betalen. Ik ben een beetje bang. Nou, hij staat er gelukkig wel nog. Daar gaan we, jongens. Oh, huh? 32 euro? 32 euro? Oh. Oh, dat is top. Ja, kijk, begrijp me niet verkeerd. 32 euro is alsnog veel geld. Maar ik ben zeg maar de Amsterdamse prijzen gewend. Als je in Amsterdam de hele nacht staat, nou, dan ben je sowieso meer dan 100 euro kwijt. Het slaat helemaal nergens op in Amsterdam. Dus met 32 euro ben ik tevreden, jongens. Dus ik ga nu weer richting Gio. Alleen ik heb een probleempje, want ik moet gaan editen. En ik heb een ander SD-kaartje. Maar het kaartje waar ik bestanden op zet, zeg maar. Al mijn beelden opzet, dat is een ander kaartje dan normaal. En daar heb ik een bepaald opzetstukje voor nodig. Alleen die ligt thuis. En ik weet dus niet of ik dus ook mijn beelden van mijn camera af kan halen met via een kabel of zo. En als dat niet lukt, dan moet ik weer helemaal terug naar huis. Terwijl ik eigenlijk vandaag hier zou blijven. Dus ik hoop dat het gewoon met een kabel kan, jongens. We gaan het zien. Het was gisteren wel echt heel gezellig, jongens. Sanne was er, Brian was er. Kijk, ja, oh ja, nou, hier was het. Hier stonden wij gisteren. Het ziet er heel raar. Dat is echt heel gek. Hieronder zit dus een club onder deze brug. Dat heet dus Club Munch. Als je er langs rijdt, dan denk je echt van, hoezo zit hier een club überhaupt? Het ziet er heel grimmig uit. Weet je, alsof er zeg maar zo'n club ergens onder een brug zit, wat het eigenlijk ook is. Maar het was echt heel gezellig, jongens. Dus we hebben weer een leuke avond gehad. Zo, daar zijn we weer. Oh, het is zo kut, jongens. Ik ben nu echt laat met editen. Het is nu bijna 3 uur, dus dan... Ja, dat gaat allemaal snel. Oh. Ik zit nu lekker te editen hier bij Gio. En ik heb even mijn eigen programma gewoon gedownload op Gio's computer. Want kijk, je hebt natuurlijk Sony Vegas. Je hebt ook nog volgens mij Final Cut. En je hebt Adobe. Maar ik heb geen idee hoe je in Final Cut moet editen. Ik denk dat ik serieus mijn jas ga aandoen. Omdat het is zo niet normaal koud hier in huis. Ik heb echt gewoon koude handen ook gewoon. Wat een armoe, jongens. Ik ben dus nu bij Gio aan het editen. Alleen ik heb dus mijn intro en mijn outro, die heb ik gewoon op mijn laptop staan. En ik kan het dus nergens op mijn telefoon vinden. Of ik kan het nergens naar toe mailen. Want als ik het zeg maar naar Gio mail en het hier probeer down te loaden. Dan, het opent niet. Het is opeens geen bestand meer. Dus zeg maar het intro shotje. Dus dan kom je eerst kijken. Heb je die preview al bij mij. En dan komt zeg maar het intro en je hebt gewoon een outro. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon de intro van Gio erin doen en de outro van Gio, jongens. Dus in de vlog van gisteren zit de intro en de outro van Gio. Want mijn outro en intro die zijn er niet. Dus we gaan gewoon een keer stunten. We gaan gewoon even een keer stunten. Ik ga even toestemming vragen, jongens. Gio neemt niet op. Even jellen proberen. Hey. Jelle. Mag ik Gio even spreken? Wacht even. Hey. Mag ik misschien jouw intro en jouw outro gebruiken voor mijn video? Want ik heb geen intro en outro natuurlijk op mijn laptop. Ja, is goed. Waar staan die? Die staan ook goed. Ik kom zo, ja? Ja, is goed. Joejoe. Nou jongens, goed nieuws. Ik mag de intro en de outro van Gio gebruiken. Dus dat is top. Gio is moe. Jelle is moe. Ik ben ook wel een beetje moe. Maar kijk dit. Het enige wat ik wel opvallend vond. En ik denk vooral dat het komt omdat ze natuurlijk heel veel heeft gereden. Dus dat schuld hem toch... Ja, wat minder hard reden en dat zou nog wel zo echt heel hard reden. Nee, qua aantal races denk ik niet. Niks voor je leven. Nee, ik zei dat ik mag wel individueel te minder reden. Ja, dat is waar. Je ziet ook dat Jesse Patti hier omgaat. Ik ga een beetje stil zijn, want Jelle ligt slaapt op de bank. Iedereen is helemaal moe van gisteren, want volgens mij lag het pas om 6 uur of zo in bed. Het was echt laat, maar het was wel echt heel erg leuk. Alleen, ja,
zeg maar, voor de vlog is het niet heel erg leuk dat iedereen nu een beetje ja, dood is, zeg maar. Maar vanavond gaan we gezellig uit eten. Danny gaat mee, Brian gaat mee. En ik weet eigenlijk verder niet wie er allemaal meegaat, maar we gaan gezellig met z'n allen uit eten. Dus dat wordt nog superleuk. Jongens, jullie kijken momenteel naar twee jonge jongens met ambitie en drang en FOMO. FOMO naar wat? Dat jonge jongens die jong zijn en nog van alles willen doen en vervolgens gisteren uit zijn geweest. En dan zo bij zitten. En de dag daarna er zo bij zitten. Ja. Ik zie er wel weer fresh uit, toch? Ja, zie ik er niet fresh uit dan? Nee, ja, jij ook. Nee, jongens, we waren net, wat ik al een paar keer heb gezegd, gisteren uit geweest. En het was leuk laat, maar we gaan nu lekker naar Loetje. Ik ben om 8 uur in bed. Danny, 8 uur. Komt Danny ook? Danny zou komen, maar die heeft nu afgezegd, want hij zegt ik kan geen stap meer zetten. Danny was gisteren ook echt lang. Loetje stelt nooit teleur, jongens. Nooit. Wat wilde hij al doen? Ik wil die camera pakken. Oh. Jongens, dit is altijd goed. Potjandori. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Jij krijgt niks? Nee, ik ben even aan de lijn. Ah, oké. Okay. Ik ben hier puur voor de gezellen. Oh, hier, Brian je brood. Ja. Nou jongens, eet smakelijk. Wij hebben lekker gegeten en het is tijd om naar huis te gaan, jongens. Ik ben echt kapot. Lekker slapen. Het is allemaal kapot. Lekker een keertje op tijd gaan slapen. Ja, dat gaat wel lukken. Zo. Gisteren 6 uur. Vrijdag ook 6 uur. Gezellig samen in bed. Ja, is leuk. Doen we nog een keer. Zo, ja, ik vond het heel gezellig. Geen scheetjes alleen maar later. Nee, oh jezus maat. Ik moest echt evacueren toen hij een scheet liet. Ik ben medelijden met mezelf. Ja. Elke nacht heb ik dit. Ja, het is echt ziek. Kijk, normaal gesproken zeg je zeg maar... Ja, die kant instappen. Normaal gesproken maak je een grapje over van... ja, diegene die laat echt lijpen scheten. Vind ik Jelle, dat was niet normaal. Ja, ik zei dat toch ook. Ja, het is echt ziek. Jelle is echt de rot van mij. Ja, maar ik geloof het niet, want jij... zeg maar, meestal toch gewoon een grapje, hè? Ja, ja, ja. Maar dat was echt ziek. Heerlijk, ik heb een beetje te doen, Bo. Och, jongens, ik ga lekker mijn auto instappen en ik ga er vandoor. Hé, wat een weekend, jongens. Wat een weekend. Sorry als de vlog van gisteren en vandaag iets minder leuk zijn, maar goed, ik heb gewoon niet elke dag natuurlijk een gekke dag met heel veel activiteiten. Zoals vandaag hebben we eigenlijk helemaal niks gedaan. En die dagen zitten er ook tussen, jongens. Maar ik ga lekker naar huis en ik ga heerlijk in mijn bedje liggen. Zo, ik ben weer lekker thuis. Ondanks dat ik laat ben gaan slapen en overdag heel moe ben geweest deze afgelopen dagen, heb ik wel zo'n leuk weekend gehad, jongens. Ik was net met mijn pa aan het bellen en dacht van zo, je bent veel weg geweest allemaal. Maar ik zou tegen hem, ik heb echt, normaal gesproken ga ik uit en dan ben ik altijd rond een uurtje of 3 of zo weer thuis. Maar het was zo gezellig deze dagen, dat ik gewoon elke keer gewoon heel spontaan, gewoon elke keer gewoon om 6 uur gewoon thuis waren. En het was ook totaal niet zo van kom, we gaan heel veel en snel drinken. Puur omdat gewoon, ja, weet je, dat is het avond, dat zit er ook soms tussen. Dat je echt alleen maar gaat zuipen. Maar nu was het gewoon heel leuk, lekker lullen met iedereen. Lekker een drankje doen. En dan opeens is het 4 uur en dan sluit de tent. Dus ik heb echt een heel erg leuk weekend gehad, jongens. Veel leuke mensen gezien. En ja, gewoon een lekker gek weekend. Maar voor jullie was het misschien iets minder leuk aangezien de vlogs wat korter waren en ik een beetje brak was, weinig energie. Maar vanaf volgende week weer hele leuke video's. Want ik ga naar Gerlos en dat wordt ook vol gekkigheid en lachen. En dat worden ook hele leuke vlogs. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil hier bij de vlog niet afsluiten, want... Koen is er! En Koen is een biertje aan het drinken en het is hier heel gezellig opeens, dus nog eentje dan, nog eentje. Nou, jongens, dat was natuurlijk een grapje, ik ga natuurlijk niks doen meer, ik ben kapot. Echt wel, een beetje gesopen. Kijk dan. Een beetje gesopen. Dit is van Koen. Nee. Dit is van Koen. Nee. Kom maar weer de schuld. Ik zat ook net, ik las net een reactie van iemand die zei, ja, ik kijk eigenlijk sinds dit jaar naar je vlogs, maar je bent eigenlijk alleen maar aan het suipen. Maar, ik vind het wel altijd hele leuke vlogs. Je hebt Oud en Nieuw mee doorgetrokken. Oud en nieuw, ja. Ja. En wintersport gewoon. Alles. Eens stijgende lijn. Ja, maar goed. Wat ik al zei, jongens. Het was een leuk weekend. En nu gaan we weer even lekker normaal. Oh nee, ik ga wintersport weer. Oh ja. Dinsdag naar wintersport. Dinsdag... Oh shit, jij bent gewoon een maand vol aan het zuipen. Mooie dag heb je dan ook. Tja, ja, goed hè.
Nou, mannen, slaap lekker. Heel dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik lig heerlijk in mijn bedje en ik ga lekker slapen. En ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen bij weer een nieuwe vlog. Later!